Dus geef hem even de kans de voet onder zijn bureau te krijgen. Maar ik versta het zo, voorzitter. Dat de heer Klaver, en zo ken ik hem ook, zegt tempo. Daar hou ik ook van. Dus we gaan zeker niet onnodig vertragen. Dank. Ik wil toch... Voorzitter, ik wil de minister-president danken. Het tempo is prima. Ik wil het beste, ook al heeft hij inderdaad een IQ van 500. Laten we de minister van Economische Zaken even de ruimte geven. Maar ik zou ook niet willen overdrijven. Niet te veel. Gas erop. Zorgen dat die klimaatwet te snel komt. Nou, gas erop. Ik moet hier wel even melden, voorzitter, dat toen de onderhandelingen tussen GroenLinks en de coalitie in wording aan de pompstationsweg in Den Haag vastliepen, thuis bij de heer Cenk Willink, de leider van GroenLinks in een grote BMW wegreed en de leider van de VVD naar huis wandelde. Dus ik snap dat gas erop wel. En ik complimenteer hem met zijn autokeuze. Prachtig auto. Dit wisten wij niet, meneer Klaver. De heer Pechtold. Nou, voorzitter, ik heb de heer Klaver ook heel woensdag vaak... Woensdag is er een afspraak met u en de minister van... We hoeven niet over de agenda's hier te gaan. Jawel, maar... Lijkt me prima. De heer Pechtold. Voorzitter, ik heb de heer Klaver ook geregeld met de bakfiets zien komen... waarmee hij een keiharde aanval op mijn kiezers doet.